Ik ga wat vragen stellen aan professor Vellinga. Professor Vellinga, kunt u vertellen over uw achtergrond op het gebied van waterveiligheid en klimaatverandering? We zouden daar graag wat meer over willen weten. Ik ben ooit afgestudeerd in Delft op het gebied van de waterbouwkunde, heette dat. Civiele techniek waterbouwkunde. Daarin zat zowel rivierkunde als kustwaterbouwkunde. Ben toen wel verder gegaan op de duinen en kustwaterbouw. En ooit gepromoveerd op de veiligheid van duinen als waterkering bij superstorm. Dus zo'n storm die heel zelden voorkomt, maar waar je toch droge voeten wil houden. Dat was in 84. En toen kwam ik ook in aanraking met klimaatverandering als potentiële bedreiging voor ons hele Delta-programma. En dat vond ik toen zo mateloos interessant dat ik me daar verder in ben gaan verdiepen. En in 1990 hoogleraar, de eerste hoogleraar wereldwijd ongeveer, werd op klimaatverandering. Toen op de Vrije Universiteit en later ook nog in Wageningen. Nou, dat is echt heel interessant, inderdaad. En u bent ook betrokken bij Urgenda, klopt dat? Ik was de eerste met Ed Nijpels, de eerste milieuministersconferentie op klimaatgebied in 1989. En later ben ik naar het Instituut voor Milieuvraagstukken gaan werken. Daarna heb ik zelfs Marjan Minnesma aangenomen als medewerker. Dat was heel leuk. En zo roemde laat ik later weer betrokken bij haar initiatief van die hele Urgenda. En toen maakte ze mij na Jan Rotmans voorzitter van het bestuur van Urgenda. En dat was net ten tijde van de rechtszaak. Zo. Ja, het is wel echt heel leuk om dit te horen. Want het wereldje van, van de mensen die bezig zijn gehouden met klimaatverandering is eigenlijk dus helemaal niet zo groot. Of tenminste, het is echt wel, ja, het is wel bijzonder om te horen. Kunt u meer vertellen over de risico's in verband met waterveiligheid door klimaatverandering? In het algemeen worden die risico's nog steeds onderschat. Omdat wij, en ik heb dat ook geleerd in Delft, je baseerde al die waterkeringen en al die veiligheidsmaatregelen op de statistiek van het verleden. Dan had je bijvoorbeeld 150 jaar data. En dat zette je in een bepaalde manier in een grafiek, een Gumbel-verdeling of zo. En dan kon je ook zien, als het dan eens in de 10 jaar voorkomt, wat eens in de 100 jaar voorkomt. En dan extrapoleer je dat naar eens in de 1000 jaar. Maar dat deed je dus allemaal op basis van historische data. En die zijn nu niet meer betrouwbaar. En nu gaan we dus met modellen kijken wat dan mogelijk de toekomst brengt. En met die modellen gaan we die bijvoorbeeld ook 1000 keer de toekomst simuleren met die supercomputers. En dan gaan we daarop de statistiek loslaten. Maar dat is dus geen historische statistiek, maar zeg maar even data. Het is eigenlijk eerst genereer je de data waar je vervolgens statistische technieken op loslaat. Dus als dat model niet helemaal goed is, is je statistiek van de toekomst ook niet goed. En daarom gaan we de laatste tijd veel meer redeneren vanuit een andere kant. Niet zozeer wat is de kans dat die zee zo hoog staat, maar meer wat wil je dat er echt niet gebeurt. En dan ga je je daartegen beschermen. Zoals een auto veiligheidsgordels heeft en ook een bumper. Zo willen wij eigenlijk ook dat de dijken ook kreukelzones krijgen. Dus dat je de landschap voor de dijk, zoals de kwelders, ook gaat gebruiken voor je veiligheid. En dus bij rivieren ook de uiterwaarden, dat je die zo maakt dat ja, als dat water wild wordt, dat het dan niet meteen helemaal misgaat. Dat je als het ware buffers creëert voor worst case momenten. En dat is de nieuwe veiligheidsfilosofie. Die heb ik geprobeerd te pluggen bij de Delta-commissie in 2008. Dat is me toen niet gelukt. Maar nu worden er op enkele plaatsen in Nederland, onder andere bij waterdunen in Zeeland, hele brede keringen aangelegd. En ook in Groningen, daar heb je dubbele dijken. En ik ben dus een voorstander voor brede, zeg maar doorbraakvrije dijken, waar het water wel overheen kan lopen, maar die niet zelf door kunnen breken. En andere mensen spreken ook in dit verband over klimaatbuffers en zo. Dus we moeten onze veiligheid, zeg maar, wat meer bufferen. Ja, mooi. En je was ook betrokken bij een project in Venetië, klopt dat? Ja, dat is een heel spannend verhaal.
Ik zat ooit in een commissie in de 90er jaren. Moesten we premier Prodi adviseren. Moeten die dammen en die keringen nou wel of niet doorgaan? Want de Venetianen zelf die hielden niet van een technische oplossing. En toen hadden we een commissie van 5 en eigenlijk 3 die dachten ook, nee, dit moet je maar gewoon laten gebeuren met Venetië. Want een technische oplossing, ja, daar red je de wereld niet mee. En toen was ik als Nederlands ingenieur toch wel voor een technische oplossing. Dus een soort stormvloedkering onder water. En heb uiteindelijk de commissie kunnen overtuigen. Omdat ik zei, ook al werkt het misschien niet voor de eeuwigheid, je koopt in ieder geval weer 100 jaar veiligheid. Nou, toen hebben ze in Venetië heel lang zitten rommelen met die oplossing. Het was ook allemaal, het was ook nog corrupt wat betreft de bouw. Maar uiteindelijk is 2 jaar geleden dat ding klaargekomen en hij doet het. En er is een mooie National Geographic uitzending waar ik mag uitleggen dat hij het doet. En dat het een mooie oplossing is, waardoor je in Venetië weer droge voeten houdt. Heel mooi. Ja, jaren geleden was ik in Venetië en toen zeiden ze dat Venetië zeker zou ondergaan in het water. Maar het is dus nu toch onzeker geworden hierdoor. Nou, het duurt wat heel langer, merken. Oké. U bent betrokken bij de rechtszaak van Milieudefensie die nu loopt bij de Raad van State. Waarover eigenlijk deze hele webinar gaat. Kunt u nog wat meer vertellen over wat u daarbij heeft gedaan voor Milieudefensie? Ja, nou ja, het begon al een paar jaar geleden. Toen die groep stadsblokken naar mij toe kwam van wil je een keer een lezing houden in Arnhem, heb ik gedaan. En dat gaf toen wel weer een hoop moed bij de actievoerders. Maar uiteindelijk heeft de gemeente toen toch het plan goedgekeurd en vergunningen afgegeven. Maar in tweede instantie werd ik er weer bij betrokken. Dan praat ik denk een half jaar geleden door de lokale mensen en met vooral ook mensen van Milieudefensie uit Arnhem. Van waar wil je er toch nog eens naar kijken? En ik kon merken dat zeker in september dat een aantal mensen toch al een beetje de moed had verloren. Ook omdat waterdeskundigen en op zich ook milieu-minded en natuur-minded mensen van Rijkswaterstaat zeiden, ja, het is toch bijna hopeloos, want ze voldoen aan alle criteria en alle wetten. En daar ben ik toen ingedoken en toch heb ik tot de conclusie gekomen dat ze de hoogwaterdata onzorgvuldig hebben toegepast. En in ieder geval verouderde gegevens over de rivierafvoer en ook verouderde inzichten over de waterverdeling bij Pannerden. Ik heb wel met hele veel informatie van alle mensen daar ter plaatse uit Arnhem een verhaal kunnen maken waar ik toch redelijk stevig kan aantonen dat ze hadden rekening moeten houden met hogere wateraanvoeren. Dat deden ze niet omdat ze dachten, ja, eerst Duitsland die stroomt over en dan kan dat water ons land nooit bereiken. En dan in tweede instantie, als het ons water bereikt, dan laten we dat afvoeren via de Waal. Want dan bij Pannerden zetten we een paar betonblokken neer, zodat het niet naar Arnhem komt. Nou, dat leek allemaal redelijk solide. Maar als je dan nadenkt, ja, in Duitsland gaan ze vast wel zandzakken leggen. En dat stond ook zo ironisch in de KNMI-rapporten. Dit is de afvoer als ze in Duitsland geen zandzakken leggen. Daar kan je dus ook lezen van, als ze wel zand zoeken, is er dus wat meer. Dat stond eigenlijk impliciet in die KNMI-verhalen. En het tweede is dat dat leggen van wat extra betonblokken bij Pannerden is ook nogal omstreden onder deskundigen. En ik heb vroeger bij een jaar of 10 bij Deltares gewerkt. En dus ik ken daar mensen die ik toen opgebeld heb, zowel uit de leiding als hun deskundigen, zoals Marjolein Haasnoot en Frans Klein. En die konden mij ook haarfijn vertellen dat, dat het eigenlijk waanzin is om te bouwen daar bij Arnhem. Maar dat ze dat niet zomaar in de krant mogen zetten, omdat het wel min of meer voldoet aan de huidige interpretatie van de regels. Ja. Maar ja, het is. Ja, maar we moeten toch eigenlijk wat meer vanuit het voorzorgsbeginsel denken, denk ik. Zijn er nog andere voorbeelden van buitendijks bouwen die op dit moment spelen? Ja, nou nog even terug naar de regels.
Het gaat daarom de beleidslijn Grote Rivieren. Daarin staat dat je mag wel bouwen als je compensatie biedt, dus een nevengeultje maakt. En dat doen ze keurig in Arnhem. Maar als het toekomstige rivierverruiming in de weg zou kunnen staan, dan mag het niet. Dus op zich wordt in de wet al enigszins rekening gehouden met het voorzorgsbeginsel. Je moet de opties voor de toekomstige rivierverruiming openlaten. Alleen de interpretatie daar schoot tekort. En ditzelfde speelt ook bij Heijen aan de Maas, waar een zandaannemer Teunissen een haven wil bouwen pal op de Maas van een ruime kilometer lang. En waar de bewoners uit het dorp in het geweer komen. En je wilt geloven of niet, maar ik woon zelf in de Betuwe. En hier langs de Nederrijn zijn allerlei projectontwikkelaars nu ook bezig met recreatieparken in de uiterwaard. En dan zeggen ze dat is allemaal tijdelijk, dus dan mag het. Dus iedereen zoekt op het ogenblik de mazen van de wet. Nog een geval is bij het Zwarte Water in Zwolle, waar ook weer gebouwd wordt in het Zwarte Water, dus zeg maar in het watervoerende deel van de rivier. En kijk, die projectontwikkelaars vinden dit heel erg leuk, omdat huizen bij een natuurgebied zijn hartstikke veel waard. En hoe dichter bij een natuurgebied, hoe meer waard. Ingenieurs vinden het leuk om te bouwen onder extreme condities. Dan maak je een terp of je bouwt het lekker hoog. Dat is ook weer discutabel, want je kan het niet verzekeren. In de uiterwaarden bouwen, dat kan je niet verzekeren. Dus er zijn nogal wat voor de betrokkenen voetangels en klemmen. Maar projectontwikkelaars die zien hun kans schoon en die volgen nu ook, ik geloof, onze case in Arnhem met argusogen. Kijken wat de Hoge Raad hier nou over zegt. Ja. Dus een geweldige voorbeeldwerking. Als we dit verliezen, en dat hoop ik toch niet, dan gaan ze overal in Nederland hun gang. En dan moet je dus echt de wet nog veel helderder maken. Als we winnen, dan is dat wel, dan hebben we meteen 10 gevallen gewonnen, denk ik. Ja, dat zou inderdaad heel mooi zijn. Dat zou iets, ja. Ja, want eigenlijk had ik ook nog een vraag over Rijkswaterstaat. Denkt u dat Rijkswaterstaat beïnvloed zou kunnen worden door politieke belangen? Zijn er wel voldoende checks en balances op dit moment? Nou, dat is toch lastig hoor. In Den Haag heb je nu meer en meer dat het primaat is voor de politiek. He, dus dat ambtenaren minder te zeggen hebben dan zeg maar 20 jaar geleden. Dus dat de minister, als die toevallig van een kleur is waar de projectontwikkelaars ook van zijn, dan zal die makkelijker geneigd zijn om ook tegen Waterstaat te zeggen, joh, doe nou niet zo moeilijk, we hebben huizen nodig. En als je dit afkeurt, zijn we weer 400 huizen minder in Nederland. Dus ik denk wel dat de politiek enige vat heeft op Rijkswaterstaat. Dat zijn ambtenaren. En als je gelooft in het primaat van de politiek en je ziet dat er ook partijen zijn die ministers leveren, die zeggen, ach, dat klimaat, dat zal wel wat meevallen, of het moet haalbaar en betaalbaar zijn, ja, dan is er ongetwijfeld ook sprake van een zekere politieke invloed. Ja. Ja, want dan komen we alweer aan de laatste vraag. Wat is er nodig voor een rechtvaardige klimaattransitie, waarbij de belangen van burgers voldoende geborgd zijn en die burgers niet de dupe worden van de klimaatverandering? Nou, ik denk dat je eigenlijk weer toe bent aan een volgende versie van het Delta-programma. En het vorige Delta-programma ging heel erg uit van de techniek. En daar kan je heel eind mee komen. Maar we zullen nu ook veel meer moeten hebben van participatie. Dus dat je, dat Delta-programma moet zich dan ook uitstrekken tot de omgevingsvisies. En ook een veel grotere component hebben van participatie. Zoals jullie bij Milieudefensie en jullie directeur ook steeds zegt, de sociale kant van klimaatverandering moet je zowel aan de energiekant als aan de waterkant moet je toch wel veel zwaarder laten tellen. Ja, dankjewel Pier. Nog één ding te merken. Ja? Ja. Ik vraag ook in de krant ja, dat net als bij alle milieumaatregelen zijn vaak toch de armere mensen de klos.
Zeker. Nou, het rapport uit Amerika vandaag nog, waarin stond dat nu vooral de rijke mensen ontvluchten de plekken waar bosbranden kunnen optreden. Dus ja, met klimaatadaptatie weten de mensen met wat geld, dat is natuurlijk ook zo oud als de geschiedenis, die weten zich wel weer min of meer te redden. Maar degenen die niet het geld hebben om te verhuizen, die verzuipen uiteindelijk, of die worden getroffen door bosbrand, om het even heel kort door de bocht te zeggen. Ja. Ja, het is best lastig allemaal. Maar heel erg bedankt. Zijn er nog vragen vanuit jullie? En ik denk dat jullie ook wel even mogen unmuten, want we hebben nog wel, dat past nog wel in de tijd. Ik zie Fred met omhoog. Ja. Fred. Ik begrijp dat de vergunning is verleend, zeg maar. En maar is Milieudefensie Arnhem, is die in hoog beroep gegaan? Of hoe is dat gegaan? Bij de Raad van State. Ja, hierna gaan Riemer en Nicole ook uitgebreid uitleggen hoe dat allemaal gegaan is. Ja, maar... ja, want, ik stel me voor, een uiterwaarde is eigenlijk een gebied waar water kan ophopen, zeg maar, om de rivieren extra water te kunnen laten bergen, zeg maar. Ik snap ook niet waarom dan die projectontwikkelaars daar huizen in gaan bouwen. Ik bedoel, we hebben toch allemaal in Limburg gezien wat er allemaal voor ellende allemaal komt van de enorme hoosbuien en dat soort dingen. Waarom? Ik begrijp het echt niet. Nou ja, ik moet dan even een projectontwikkelaar spelen. Dat kan ik ook wel, Fred. Daar bij Arnhem bouwen ze nu een stuk of 20 villa's op hele hoge terpen in de rivier. Dus daar stroomt het water dan wel omheen. Behalve bij hoogwater kan je dan even niet meer weg. En als je toevallig moet bevallen, dan zal dat bij jou en mij wel meevallen. Maar dan kan je ook niet weg, of met een bootje. Dus er zitten risico's aan, maar er zitten ook aantrekkelijke kanten aan om daar te wonen. Toen is in Arnhem gezegd, ja, maar alleen villa's mag niet. De SP heeft toen een motie ingediend dat er ook sociale woningbouw moest plaatsvinden. En toen heeft de projectontwikkelaar nog gauw even een flat getekend voor 450 appartementjes of flatjes. Als sociale woningbouw, die dan ook wel iets hoger staat, waarbij bij overstroming vooral de eerste verdieping helemaal vol loopt, maar de mensen op verdieping 3, 4, 5, 6 waarschijnlijk nog wel een tijdje droge voeten houden. Nou, ik vind het wel apart. Je zou zeggen, we uitwaarden gebruiken om water te bergen en volk gaan ze toch weer wel verbouwen erin. Ja. Dat is juist, daar is ook die wet voor. En je kan ook op internet kaarten vinden, die heb ik dus ook gevonden. En dat noemen ze dan het stroomvoerend regime. Dat is dus van de ene winterdijk naar de andere winterdijk. Dat is ook planologisch primair bedoeld om water doorheen te laten. En 10 jaar geleden mocht er ook helemaal niet gebouwd worden, was verboden. Maar de afgelopen 10 jaar zijn die wetten weer wat verslapt. Nu mag je bouwen onder bepaalde condities. Dus, en dat is mij ook opgevallen bij analyse van watersnoden. We hebben eigenlijk iedere 50 jaar een flinke overstroming in Nederland. Want na 50 jaar is het collectieve geheugen weer wat verzwakt. Ja. En zijn de wetten weer opgerekt om lokale ondernemers de ruimte te bieden. Ja. En wat je dan ziet is dat we met publieke middelen een deltaplan maken en ook ruimte voor de rivier. Er is 2,5 miljard euro geïnvesteerd om ruimte te maken voor die rivier en voor natuur. En nu wordt er met publieke middelen en nu wordt er voor private en lokale baten daar weer een stukje afgeknabbeld. Dat is eigenlijk het systeem. Ja, apart. Ja. Ik heb eigenlijk nog wel een vraag over de havenuitbreiding in Heijen. Ik ben daar opgegroeid, dus klonk wel herkenbaar. Ik wist wel dat ze daarmee bezig waren, maar ik wist niet dat dat dit soort gevolgen kon hebben. En toen ben ik even gaan zoeken, want ik heb die aflevering van Pointer gezien en toen benoemde u dat ook. En toen begon er een belletje te rinkelen. Maar de gemeente die zegt dus dat het juist gaat bijdragen aan hoogwaterbescherming. Maar dat klopt dan dus helemaal niet, als ik u zo goed begrijp. Nou, wat ze in Heijen nu van plan zijn, is
inderdaad een haven, maar ook een havengeul. Dus dat die haven zelf niet zorgt voor opstuwing van het water, zeggen ze. En dat kan kloppen als ze die geul maar diep genoeg maken. Maar ja, als daar schepen in liggen, dan klopt dat ook al niet. Maar ik kan me voorstellen dat ze nog min of meer aannemelijk kunnen maken dat die haven zelf niet echt zorgt voor wateropstuwing onder de huidige condities. Maar die zin in de wet die zegt dat het ook niet in de weg mag liggen van toekomstige rivierverruiming, dat is zeer actueel bij Heijen. Jij kent dat gebied, je kent ook de brug van Oefeld. Ze willen die brug verruimen en dan zakt het water daar op zich. En dat is hartstikke mooi. Maar dan zie je dat meteen de nieuwe haven van Heijen een flessenhals is in de hele Maas. En dat je dus stroomopwaarts van Heijen een enorme opstuwing krijgt. Dus die nieuwe haven van Heijen voldoet in die zin niet aan de wet dat hij de opties voor toekomstige rivierverruiming niet toelaat of belemmert. Ja, oké. Okay. Helder. Ja. Oké. Okay. Eline, er is dus een actiegroep. Eerst was het bewonerscomité, maar die mochten zich niet meer zo uiten van de burgemeester. Dus toen is er een ander comité gekomen die nu die actie voert en vermoedelijk ook naar de Raad van State gaat. En ik heb in ieder geval voor die lui een rapportje geschreven. Oké, ja, dat is wel interessant. Ja, ik ben zelf niet meer super betrokken. Ik ben een aantal jaar geleden verhuisd. Maar ik ken ook wel mensen daar en mijn ouders wonen daar ook nog. Dus ja, het is wel interessant om in de gaten te houden. Doe dat. Meneer Vellinga, ik ben Paul Rutte van Milieudefensie Maastricht. We hebben hier inderdaad in onze omgeving een verschrikkelijke watersnood gehad, met name in de buurt van Valkenburg. En wat ik aan u wil vragen, en dat is in elders in Nederland eigenlijk niet zo van toepassing, als we het hebben over dat riviertje de Geul hebben, waardoor die grote watersnood is ontstaan, dat bestaat een ontzettend groot verval. En dan ook nog over een geringe lengte. In die zin dat dat riviertje ontstaat vlak over de grens in België. En bij enorme watertoevoer, dan komt dat denderend naar beneden toe. Dat hebben we gezien. Hè? Hoe kun je dat nou voorkomen? Als u zich in de Limburgse situatie verplaatst. Althans, ter plekke waar die overstromingen zijn geweest. Nou, ik denk dat dat heel lastig is. Want formeel heb je als Nederland geen zeggenschap over wat ze in het buitenland doen. Je mag wel overleggen, je moet ook overleggen. En formeel mogen zij niks doen wat jou in Valkenburg kwaad zou kunnen doen. Het zogenaamde no-harm-principe. Dus zij mogen eigenlijk hun stoep niet verharden, want daardoor zou jij onder water kunnen komen, zeg maar. Dus er zijn wel een aantal juridische principes waardoor je het buitenland zou kunnen dwingen om in ieder geval niet te verharden of misschien zelfs te ontharden. Want dat is natuurlijk gebeurd bovenstrooms. Die akkers zijn allemaal zo nu dat er bijna geen boompjes meer staan, dat het water veel sneller naar beneden klettert. Nou ja, dat rooien van die bomen was als het ware schade toebrengen aan Valkenburg. En daar kan je een juridische case van maken. Ik weet niet hoe dat dan precies internationaal werkt. Verder kan je er niet zoveel aan doen, maar moet je Valkenburg maar waterproof maken, denk ik. Ja, dankjewel. Oké, zijn er verder nog vragen voor Pier Vellinga? Martje? Ik woon in Drenthe, hoog op het zand. Het is hier te droog. Maar ik vind het toch interessant genoeg om hierbij te zijn. Wat had ik nou voor vraag? Ik heb een leuke, dat vond ik wel een leuke, simpele tegemoetkoming aan als er een hoog water is. Kun je de boeren vragen om hun riggels met aardappels en andere verhogingen in het veld niet in de lengte te leggen, maar juist over dwars, zodat het water al die hobbeltjes moet nemen en dan veel meer tijd heeft om weg te zakken. Dat vond ik wel een leuke, maar ja, dan heb je ook meer kans op rotte aardappels natuurlijk, dus... Ja, je kan het proberen. Ja, dat heet contour farming. Dat hebben ze natuurlijk in al die erosiegebieden gedaan en ook in Afrika nu, dat ze dat heel bewust doen vanwege erosie.
En hier speelt natuurlijk ook erosie plus wateroverlast. Ik kan me voorstellen dat je een wetvoorstel maakt op dit gebied. En eens kijken waar het schip strandt. Oké, dank je. Oké, dan is er nu nog tijd voor een laatste vraag. En dan gaan we door naar het volgende onderdeel. Ik heb nog een vraag. Ja. Het gaat over risico. Wie neemt het risico? Want zo'n projectontwikkelaar, die verkoopt die woningen weer. En daarna is hij van het risico af. En de koper moet dan maar zien dat hij op een veilige plek zit. Maar die sociale woningbouw, dat zijn waarschijnlijk huurwoningen. En dan moet de woningbouwvereniging moet bereid zijn om dat risico te lopen. Maar waarom zou een woningbouwvereniging dat doen? Goede vraag. Ik heb ze nooit gevraagd. Kijk, formeel kan je dat risico niet verzekeren, nergens. Dat mag niet eens, dat is zelfs verboden. En in de wet staat dat in de uiterwaarde bouwen is volledig voor risico van de eigenaar en de gemeente. Dus de gemeente haalt zich hier ook nogal wat risico op de hals. Wat in de praktijk blijkt, net als in Valkenburg, zodra het misgaat, en ook al heeft de gemeente dan geen goede planning gedaan, dan nog wordt het land nationaal aangesproken. Dan wordt het gauw tot ramp verklaard en dan moeten we als belastingbetalers allemaal meebetalen. Dat zal ook in Arnhem ongetwijfeld gebeuren. Mocht die flat bijvoorbeeld gaan wegspoelen, dan moet het wel heel ruig gaan hoor. Maar dat dan meneer Rutte het rampfonds wel weer openmaakt. Dus je hebt gelijk, je zou die bewoners daarop moeten wijzen. En de projectontwikkelaar in zijn brochures wijst daar totaal niet op. Het was zelfs nog erger. De projectontwikkelaar zegt, wij bouwen in hoogwatervrij vergund gebied. Ooit heeft iemand bedacht dat dit gebiedje daar bij die steenfabriek hoogwatervrij is. Want het hoogwater komt er niet dagelijks, hooguit eens in de 10 of 100 jaar. En daarom heet het hoogwatervrij. Dat is bij wet is het stroomvoerend regime. En op foto's zie je ook dat er in 95 en in 93 allemaal water stroomde daar. En toch noemt men het in sommige juridische kaders hoogwatervrij vergund. Dus taalgebruik is ook redelijk krom soms. En dat gebruikt dan die projectontwikkelaar heel makkelijk. Hoogwatervrij, zegt hij dan. Ja, oké.